sexy hoor, jongens. Kijk eens mooi. Dames en heren, jonge smijden, een hele goedemorgen. Zoals jullie zien, we zitten weer in de M4. We zijn onderweg naar het circuit, want we gaan weer wat gaafs doen. Hele random wending, want vanochtend had ik eigenlijk het idee van vandaag lekker dagje rustig, lekker een dagje niks op de planning. En toen belde Michael van MV Motorsport met de simpele vraag, hoe laat kan jij op het circuit zijn? Dus we zijn onderweg, we zijn bijna op het circuit en het is 10:00 AM. Oh yes! Moet niet stikken, hè? Nee, ik overleef het. Ja. Ja. We hadden een vraag. Ja, we hadden een vraag inderdaad. We rijden hier door het mooie Arnhout. Maar wij vragen ons af, wij hebben gehockeyd. Dus hoe spreken we die nou juist uit? Wij zeiden altijd de aardappel in de keel. Is het nou gewoon Arnhout? Heel plat? Of is het echt Arnhout? Arnhout, drink ze Rosé. Rosé. Ik denk dat onze maat Floris Meijer best wel weet. Maar het is best wel bijzonder als je hier doorheen rijdt. Wat een huis je hier hebt. Het is echt niet normaal. Auto's, oprit, helemaal top. Top, hè? Nou, we zijn natuurlijk al een paar keer op Zandvoort geweest, maar we hebben nog nooit een soundcheck stilstaan gedaan in de tunnel. Dus we gaan Mark even organiseren. Nou, Mark, oordop in. Yes! Aangekomen dus op Zandvoort. Wat we gaan doen, weet ik nog niet. Ik weet wel dat we de M4 mee hebben. Ik denk niet dat we een rondje mee gereden, ja, maar ja, ik wist ook niet dat ik hier al heen zou gaan. Dus dingen kunnen veranderen, laten we het zo zeggen. Ben ik klaar voor, Mark? Tuurlijk. Lekker, hè? Achterop. Zonnetje! Ja, top, man! Wat een weer! Kijk eens! En uiteraard op Zandvoort horen er ook heel veel mooie auto's bij. Zo, kijk eens. Wat weer. Hé, dit is lachen. Dit is de GT63S die ik ook heb gereden in de video. Een van mijn meest bekeken video's. Dat is deze auto. Leuk om weer te zien. Nog een GLE 63S. Ook helemaal dik. Peugeot 308. Helemaal dik. Dit zijn altijd de dingen waarop het gevaarlijk, maar ook vooral erg sexy wordt, jongens. Kijk zo, mooi. Maar, front row exit. Nee, dat is niet eens normaal Engels. Top, hè? Medelijden met die bandjes. Ik zag daar het bandje gewoon bij de dubbel klappen. Ja. De zijkant van het circuit. Er rijden echt een paar kanonnen van wagens, want vooral heel veel dikke Porsche Motorsport producten. Of dit, erg lekker. Mark vraagt ze net serieus samen. Oké, er rijdt dus een GT4 Clubsport MR. Wat denk je dat hij reed? Hij heeft het net getimed. Ik zeg 49, wat reed die? Dat is zo ziek, hè? Dat is een man. Dus ik denk dat we zo ook naar het casino doorgaan in Zandvoort. Want ja, het zit erin vandaag. Een tijdje geleden zijn we samen met Constantijn op pad geweest om te kijken wat is nou de allerleukste auto die ik kan kopen voor 30.000 euro. Daarin hadden we het over een M140i en M135i. En met een van deze auto's gaan we vandaag op pad. Hoezo? Goed, met jou? Lekker, lekker. Je hebt het voor elkaar, hè?
Ja, we hebben het er al over gehad, hè? Ja, dat is wel een leuke hot hatch. En ook jouw liefde, hè? Van Xeres. Meermaals. En ik denk dat het leuk is dat we vandaag gewoon een stukje filmen met onze liefde. En dan, wat zal er onder het doek zitten? Ja, dit moet natuurlijk de M140i zijn. Dit moet natuurlijk de M140i zijn. In het blauw. En zal ik het doek hem afhalen? Ja, trek hem maar gewoon af. Ik ben... Ja, zo moet hij gewoon zijn, hè? Als je hem ziet, moet hij gewoon in deze kleur zijn. Dit is Estoril blauw. Ik wilde het net zeggen, inderdaad. De zwarte accenten, de lichten, de wielen. Zwarte embleempjes, carbon spiegelkappen, dakje erop. Helemaal top. Kijk eens jongens, wat een wagen. 6 in lijn natuurlijk, 340 pk, 500 Nm aan koppel. En jij gaat dus vandaag proberen om mijn liefde van de Focus iets te verzachten. Ja. Jij denkt dat dit het ingrediënt moet zijn? Dit moet het zijn. Split van 30. Nee, niet gelukt. Nee. Geen kenteken, kom je ze niet binnen toch? Ja, precies. Gewoon een lekkere snare voor de 6 cilinder. Ja, dat is echt goed. Ja. Zo'n mooi motorblok dit. Kraai, kraai, kraai. Zo, ik denk hij gaat echt niet weg. Hij was niet bang, nee. Hij dacht, jij gaat sowieso van je gas. Hey, en qua onderstel, comfort, 1,40, best wel een goede auto. Je kan er ook gewoon fatsoenlijk mee over drempels en zo heen. Ja. Wat vind je van de Focus RS? Een stuk harder. Ook daarin een stuk meer hard geworden, hè? Ja, de Focus RS is wel echt hard. Ik twijfel één tel om hier niks op bij te gaan. Ja. Ik doe het niet. Ja. Toch wel. Lekker. Goed, hè? Ah, het is gewoon echt goed. Ja. Maar het is... Het is gewoon die Duitse degelijkheid, ook je infotainment, ja, het werkt allemaal heel erg lekker. Ja. Ik zei het net al inderdaad, jij zei het van, eigenlijk is Ford, het blijft allemaal heel, hè. Het is helemaal top, maar het infotainment systeem, dat is ook echt het grootste probleem. Daar lopen de drie Duitsers, Audi, BMW, Mercedes toch wel op. God, hè. En ik heb er nu weer een paar keer in mogen rijden, de Focus RS, en het is toch steeds dat mijn hart er zoveel sneller van gaat kloppen. Maar als ik de Focus RS, ik mijn eerste echte eigen auto. Ja. En dan natuurlijk, ik heb een referentiekader, want ik heb heel veel auto's mogen rijden, maar nu stap ik van de M4 terug naar de Focus RS en dan... Nou, dat doet even pijn. Oh, dan denk je gewoon echt, het loopt wel echt achter. Ja. Het loopt wel echt achter. En de Focus RS is altijd handbak, hè? Altijd handbak. Ja. Vorige generaties ook. Het is nooit in een automaat geleverd. Blok. Ja, geweldig hè. Dat ze daar vanaf gestapt zijn hè. Jammer is dat hè. Ja, dat is zo wild. Ja. En dat is wel grappig, want ik zou het. Ik heb natuurlijk ook al de, hoe heet het, gehad? De nieuwere, de 2,3. Ja. En daarom zou ik misschien ook overwegen om gewoon een keer te zeggen: ik koop gewoon de groene. Ja, gewoon zo'n 5-cilinder. Gewoon een 5-cilinder en die blijft ook geld waard. 8, 2009 of zo? 2,10 zoiets in een. Ja. En die dingen blijven geld waard. Is het niet normaal? Als je daar nog eentje kan vinden, 40.000 kilometer, en die zet je weg. Ja. Zo. En ik vind sowieso ook bij Ford, het is allemaal wel iets meer. Je ziet gewoon dat ze uit de rallysport komen. Ja. Ook die Recaro's erin. Ja. Dat zie je bij BMW ook eigenlijk allemaal wat minder. Hè? Ja. Het zijn toch dan wel dat ze een wat dikkere motor in een standaard 1-serie lepelen. En, ik zag nu toevallig een M2 staan in Nederland met Recaro bucket seats. Ja. Nürburgring logo erin. Ja. Oh, die dacht ik al echt. Hebben. Oh.
stoel, ja. Hè? Maar die M2 was, ik zal straks een foto laten zien, ja. Die is echt zo vet, maar ja, gewoon dat je denkt, ja. Dat is ook wel een redelijk tijdloos model. Ik vind dat inderdaad echt, ja. Ja. En toch, nu de M4 natuurlijk op de koop staat, ik zou misschien wel terug kunnen stappen naar een M2 Competition ook. Ja? Ja, omdat en naar een Focus en Rest? Allebei. Allebei. Ik heb ze gewoon lekker allebei. 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 Ik ben een M2 Competition en het liefst zou ik een CS willen, maar dat vind ik gewoon te idioot geld. Ja, snap ik. Ja. En wat ik stonden, toen ze net uitkwamen, was voor mij door de 100, 120.000 euro of zo. Ja. Nieuw. En ze staan nu nog niet onder de 100.000 euro. Ja, sorry, maar. Ook geld. Ja, en even van dit specifieke exemplaar, wat vind je ervan? Heeft hij anders wat je zou willen in een hot hatch? Ja, nou ja, het ligt er denk ik. Ben je van Alcantara, ben je van Leer, wat vind je mooi? Ik zeg heel erg dat ik geen voorkeur heb. Nee? Nee. Nee, ik vind allebei mooi. Ik denk dat Leer is, ja, iedereen wil Leer, dus dat is denk ik, ja, de reden dat veel mensen gewoon voor Leer gaan. Bij Ford heb je denk ik altijd die Alcantara stoelen, hè? Nee, je hebt inderdaad hele lelijke stoelen in een Focus RS. Oké. Okay. Echt heel lelijk. Ja, het is een heel fijn blok, maar toch. In een Focus Rest mag het ofzo. Ja. En in een Mustang. Ja, een Mustang is weer een beetje illig, hè? Ah, dat valt echt zo tegen. Ja. En ik mocht laatst toevallig rijden in Mach 1. Dus gewoon, ja, echt wat een ding, hè? Axel in een handbak. Nee. En ook kan in Nederland. Een zware handbak. Ja. Nou, eigenlijk kan het niet, want die BPM was ook wat goed. Ja, dat is echt krankzinnig. Want wat kost die auto in Amerika? Ja, 45, 50. Ja, wat kost die in Nederland? Ja, 110 euro. Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk laatst ook die X5 en die X6 en ja, bij me. Ja. Die hadden ook gewoon, ja, 100.000 euro btw belasting, BPM, ja, de hele shebam, 100.000 euro. Ja. Ja, het zijn echte CO2 killers, hè? Man. Dames en heren, we zijn inmiddels weer terug bij ShiftUp en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Wat vonden jullie van de M140i eindelijk? Mocht ik ermee op pad, de auto is er natuurlijk al een eeuwigheid. Hij is al een tijd op de markt, maar dit was serieus de allereerste keer dat ik reed in een M140i. En dat was met niemand minder dan de jongens en meiden van ShiftUp. Wil je nog meer BMW mini content zien, moet je even naar hun pagina gaan. Ik ben uiteraard super algemeen, ik hou helemaal niet van BMW. Je weet hoe het gaat op dit kanaal. Maar laat vooral in de reacties weten wat jij ervan vond en wat jij dus zou kopen voor 35.000 euro. Ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie weer heel erg snel. Mazzel, hè.